Goedemiddag dames en heren, welkom bij de eerste lunch live lezing of live lunch lezing van het Arthur Pierson. Vanaf nu zal er op elke donderdag om 13 uur zal er een korte lezing van ongeveer 20 minuten worden gehouden door een van de collega's hier van het Arthur Pierson en over een willekeurig onderwerp naar onze eigen smaak uit te kiezen. Dus het wordt elke week een verrassing. U kunt zich erop intekenen en dan krijgt u elke week een seintje dat u het niet vergeet. Ik heb als onderwerp gekozen thuisbevallen. Thuisbevallen is in december officieel benoemd tot Nederlands immaterieel erfgoed. En het feit dat het Nederlands immaterieel erfgoed is, dat bevreemde mij toen wel een beetje. Ik dacht, ja, er wordt wel elders ook natuurlijk thuisbevallen. En zeker in de rest van de wereld, in West-Europa is het misschien wat minder. In Nederland is het altijd wel een traditie geweest. Maar het is natuurlijk eigenlijk door de hele geschiedenis van de mensheid heen was thuisbevallen wel de norm. En het is eigenlijk pas de laatste tijd dat ziekenhuisbevallingen meer worden gedaan. Kinderen krijgen was in de oudheid natuurlijk heel belangrijk. Het was ook al een oude dagsvoorziening. Als je geen kinderen had om later voor je te zorgen, wie zorgde er dan voor je? Dus elk huwelijk en elke relatie was opgericht dat je kinderen moest krijgen. En natuurlijk waren daar ook problemen soms mee. En men zocht dan vaak natuurlijk steun bij de goden. Dus er zijn ontelbaar veel idolen teruggevonden, zoals dit Cyclade-idool uit onze collectie. Dat ook een duidelijk zwanger buikje heeft, zoals u ziet. En die wat dus ervoor moest zorgen, dus dat een vrouw vruchtbaar was en dat ze zwanger werd. Ik vraag heel even, ik zie hier een iets in het beeld staan, live. Dat heb ik niks mee te maken? Oké, nee, ik dacht dat mijn PowerPoint, neemt mij niet kwalijk. Dus u ziet dan dit zwangere idool, dit is natuurlijk, komt van de Cyclade, dus al van ongeveer 2500 voor Christus. Dan werden dit soort beeldjes werd natuurlijk steun gezocht bij de goden. Uit Etrurië, uit een latere periode, komen dan dit soort modellen van lichaamsdelen. Als er natuurlijk iets fout gaat, nou u herkent ongetwijfeld de mannelijke geslachtsdelen. Maar het voorwerp wat daarvoor ligt en wat ik ook daarnaast even heb uitvergroot, is een baarmoeder, is een model van een baarmoeder. En dit zijn geschenken die aan de goden werden gegeven als dank bijvoorbeeld voor een geslaagde zwangerschap. En die baby zal ook wellicht voor een geslaagde, succesvolle bevalling van een gezond kind zijn geweest. De symptomen, ik ga het even niet hebben over hoe men dacht dat men zwanger werd. Dat is een hele aparte theorie zijn erover die ook erg leuk zijn, maar hier even buiten vallen. Maar men wist natuurlijk wel, men kende de symptomen waaraan je zwangerschappen kon herkennen. Zoals ook wordt geschreven in een van de handboeken die dus bekend zijn uit de oudheid van Hippocrates onder andere. Als een vrouw niet meer menstrueert, als ze verder niet ziek is, geen koorts heeft, maar wel voortdurend misselijk, dan mag je aannemen dat ze zwanger is. Dat staat in een van de eerste teksten hierover geschreven. En Aristoteles schreef bijvoorbeeld ook dat zwangere vrouwen goed voor zichzelf moesten zorgen, dat ze elke dag buiten een wandelingetje moesten maken, wat natuurlijk toch voor Griekse vrouwen eigenlijk minder normaal is dan natuurlijk tegenwoordig in onze wereld. Elke dag een wandelingetje maken in de buitenlucht, frisse lucht en bijvoorbeeld, zegt hij dan heel opvoedend, naar de tempel lopen om daar dus tot de goden te bidden die met de bevalling te maken hebben. Dan had je een goed doel om naar buiten te gaan, een reden, en dan kreeg je als zwangere vrouw frisse lucht. En dat was natuurlijk de bedoeling van Aristoteles. En ook zijn er bijvoorbeeld voorschriften bekend van hoe je een dikke buik kon ondersteunen met een doek, hoe je dat moest knopen. En op die manier, men zorgde goed voor de zwangere vrouw. Zwangere vrouwen waren natuurlijk ook belangrijk met oog weer op die voortplanting en op die familiebanden. Dan volgde de bevalling. Er zijn weinig plaatjes bekend van bevalling. Dit soort expliciete dingen worden meestal niet afgebeeld. Dit is een zeer beroemde grafsteen, niet in ons museum, maar in Ostia staat die. Het is de grafsteen van een vroedvrouw, Scribonia Attica. En kennelijk is zij, gezien haar toevoegsel Attica, is zij dus uit Griekenland afkomstig. Ook haar moeder was vroedvrouw, weten wij, en ook Griekse en waarschijnlijk ooit als slaaf meegekomen dus naar Rome, maar daar dus als vroedvrouw opgeklommen. Vroedvrouw, beroepsvroedvrouw, het was een geëerd beroep. Stonden in ere en Scribonia, van wie deze grafsteen is, was ook getrouwd met een arts.
En dus zij hadden samen een praktijk, zou ik zeggen, zij voor de bevallingen. En hij werd erbij geroepen natuurlijk ook als er iets mis dreigde te gaan. En zo'n vroedvrouw, die had dan ook haar eigen apparatuur. Je ziet hier dus de vrouw zitten. En op een baarkruk, daar zit ook vaak die handvat aan. En die baarkruk was ook eigendom meestal van de vroedvrouw. Die nam dat dus mee. Als zij dus iemand hielp, nam ze haar eigen apparatuur mee. En zo'n bevalling was natuurlijk absoluut een vrouwenzaak. Mannen kwamen hier helemaal niet aan te pas. Tenzij eventueel dus die arts, wanneer het echt misging. Dat waren meestal wel mannen. Er wordt bijvoorbeeld geschreven, er moeten 3 vrouwen bij aanwezig zijn. Bij voorkeur met ervaring met bevallen, maar ook als ze geen ervaring hebben, is het ook goed. Dan maakten ze het natuurlijk ook alvast een keertje mee. Dat is nuttig als ze natuurlijk zelf aan de beurt waren. En dus er moesten 3 vrouwen bij aanwezig zijn. En men moest zorgen, ik pak nu even een briefje erbij, want dit is dus een tekst. Men moest zorgen voor olijfolie, warm water, warme omslagen, zachte sponsen, wollen lappen, zwachtels, een kussen om de baby op te leggen, lekker ruikende dingen, een baarkruk, 2 bedden, een zacht en een hard bed en een geschikte ruimte. Dat staat bij Soranus. Soranus is een 2e-eeuwse gynaecoloog, de eerste man, de eerste die eigenlijk het eerste echte bewaarde, tenminste handboek van gynaecologie heeft geschreven en allerlei aanwijzingen heeft voor vroedvrouwen en voor mensen die bij een bevalling helpen. En dat is een enorme bron van kennis natuurlijk voor ons, van hoe bevallen ging in de oudheid. Die mannen waren er dus niet bij. De belangrijkste instrumenten van de vroedvrouw waren eigenlijk gewoon haar handen. Hè. Zij masseerde vaak. Daarvoor was die olie ook bedoeld, om de huid soepel te maken. En zij kon ook eventueel op de hand het kind keren als het nodig was, als het niet goed lag. Maar bevallen, laten we daar duidelijk over zijn, bevallen was een uiterst gevaarlijke zaak. En dat is natuurlijk heel lang gebleven, met name ook door de kraamvrouwenkoorts, maar ook in de oudheid. Men had eigenlijk dus geen mogelijkheden om, als er dus de placenta niet goed loskwam of als ernstige bloedingen waren, kon men daar in feite dus niets aan doen. Bevallen was de grootste oorzaak, de sterfteoorzaak van vrouwen tot ongeveer een jaar of 27. En als ze daarna nog leefden, en dan kregen ze ook vaak geen kinderen meer, dan werden ze vaak heel oud. Maar het sterftecijfer in de vruchtbare leeftijd was buitengewoon hoog. En dat zien we dus bijvoorbeeld ook op deze grafsteen, wel in ons museum. Op grafstenen zie je, dit is een Atheense grafsteen uit ongeveer 400 voor Christus. De zittende figuur op zijn grafsteen is altijd de dode. Nou, in dit geval is een vrouw. En u ziet er tegenover haar staat een dienares. En als u goed kijkt, heeft zij een baby op de arm. De baby staat nog aan de kant van de levende. Dus die is waarschijnlijk niet overleden bij de geboorte. Maar de moeder dus wel, want daarvoor staat die baby bij haar op die grafsteen. Ten teken dat Sint Kraambed is overleden. Dus bevallen was zeer gevaarlijk. En veel vrouwen stierven daarbij. Die baby was natuurlijk, had ook dan niet heel veel kans om te overleven. En als we weer even nu teruggaan naar die bevalling. U ziet hier nog een andere beroemd relief waarbij het kindje ook echt naar buiten komt nu. Als dat kind dus naar buiten kwam, dan werd het opgevangen door die vroedvrouw. En het eerste wat hij deed, er zat de navelstreng nog vast, die legde het op de grond. En dan werd het kindje, terwijl het op de grond lag, werd het bekeken of het, zoals Soranus schrijft, die arts, het de moeite waard was om het groot te brengen. En daar werd eigenlijk werd bekeken op een aantal punten die gewoon te vergelijken zijn met de moderne Epworth score, zoals die wordt gedaan naar een bevalling. Het belangrijkste was, huilt het kind en huilt hij flink? En daarna werden de verschillende ledematen en werden allemaal nagekeken of alles erop en eraan zat en of het werkte en of er geen rare vergroeien waren. En als dat allemaal klopt en het kind huilde en het zag er verder goed uit, dan nam de vroedvrouw het op en die sneed dan de navelstreng door en dan was het kind officieel los van de moeder. Daarvoor werd het al, men schrijft in de oudheid altijd over baby's als, wij kunnen baby's mooi vinden, maar in de ouders zijn ze eigenlijk altijd lelijk, want ze zijn disproportioneel, ze hebben een veel te groot hoofd, een veel te groot lijf, ze zijn zwak, ze kunnen niks, ze kunnen geen eens kruipen, hun kleur is vaak niet normaal ten opzichte natuurlijk van de volwassen mensen, dus men vond baby's eigenlijk helemaal niet mooi, ja, ze moesten nog gevormd worden eigenlijk, en dat nam men ook heel letterlijk op. En die baby's die werden ook eigenlijk nog zolang ze in de moeder waren, dan werden ze ook als een soort onderdeel van de moeder beschouwd, nog niet als een los iets.
Wat er wel is, dat een foetus had bijvoorbeeld volgens Romeins recht wel rechten. Men had bijvoorbeeld erfrecht, was ook vastgelegd voor ongeboren kind. Als de vader doodging, had het ongeboren kind dus ook erfrecht. Dus men was zich daar wel van bewust. Maar zo'n kindje werd nog niet echt als een soort appartement beschouwd. Op het moment dat de navelstreng werd doorgesneden, werd het dus een zelfstandig iemand. Dan werd hij ook uitgebreid gewassen, want alle sporen van de moeder moesten er vanaf. En dan werd het dus eigenlijk een soort sociale status. Hij werd een mens op dat moment, in plaats van een soort diertje. Een soort, niet voor niks zeggen wij ook altijd, konijntjes en zo, als je zo'n baby in je handen hebt. En daarna, ik zei het al, moesten ze in model worden gebracht. Ze worden wel vergeleken met wassen poppetjes, want ze zijn natuurlijk ook heel erg flexibel en zacht, die armpjes en beentjes. Iedereen die een pasgeboren baby voor het eerst heeft moeten aankleden, weet hoe eng dat is in het begin. En dus zij ook, die baby's werden dan ook gemasseerd en de armpjes en de beentjes werden gebogen om de gewrichten soepel te maken. Men had ook de indruk van, in die baarmoeder, er zitten nog allemaal stoffen van die moeder en zo in en dat moet er allemaal uitgemasseerd worden. En dus hij werd soepel gemaakt en daarna werd hij van top tot teen ingezwachteld. En dat ziet u bijvoorbeeld hier. Hier ziet u dus vier beeldjes van vrouwen met ingebakerde baby's. Men bakerde in en dat werd, met windsels werd zo'n baby armpjes en beentjes allemaal per stuk en dan allemaal rondom. Er waren voorschriften voor. Bij meisjes mocht je de heupen niet te strak in bakeren. Dat moest juist kunnen groeien en zo. Maar men vond dat. Plato schrijft erover, dat inbakeren dat is goed voor rechte ledematen en een rechte geest. Men vond ook, daar wordt een kind dus beter van als hij tijdens strak is ingebakerd. Het heeft grote voordelen inbakeren. Als je een kind inbakert, dan huilt het niet. Het is tegenwoordig doet men het met huilbaby's. Je kan tegenwoordig bij de HEMA gewoon inbakerlappen kopen met klittenband waarmee een kind kan inbakeren. En dan slaapt het gewoon beter. Het is dus ook makkelijk, want in de oudheid men had geen crèches of dat soort dingen. Dus als een kind gewoon fijn ingebakerd lag en nergens naartoe kon kruipen of wat dan ook, dan was het wel zo rustig. Hoe lang dat inbakeren was, daar verschillende meningen over. Soranus, de arts, die zegt 40 dagen is goed, 60 dagen wordt wel gedaan, maar hij vindt 40 dagen eigenlijk wel voldoende. Plato daarentegen heeft het over 2 jaar. 2 jaar zo'n kind inbakeren, want het is heel niet goed als een kind al van tevoren gaat kruipen of staan. Dan krijgt hij maar kromme beentjes van. Dus hou het lekker lang ingebakerd. En dan krijg je een kind wat dus recht van leden en recht van geest is. Dus helemaal in tegenstelling tot onze gezellige kruippakjes en de trotsheid van mijn kind staat al met 5 maanden. Dat was in de oudheid absoluut geen item. Hoe later, hoe beter. Maar op die manier werd het kind dus in model gebracht. En we zien hier dus ook het beroemde beeldje van allemaal. Dit is allemaal dus ons bezit natuurlijk. Het wikkelkind, zoals het wordt geheten. Een Etruskisch wijgeschenk, waarschijnlijk dus voor een geslaagde bevalling. En als je het beeldje goed bekijkt, ik kan het u nu niet laten zien, maar zijn voetjes zijn echt het leukste. Hij heeft echt van die kleine, kromme babyvoetjes. Het enige wat dus niet is ingebakerd zijn voetjes. En die heeft hij ook echt zo heel gezellig gekromd met zijn teentjes. En verder zie je dus dat hij inderdaad, hij is dus per ledemaat, natuurlijk tegen smetten is dat, per ledemaat is hij ingebakerd. En daarna worden ze keurig helemaal tot één pakketje gemaakt. En dat was ook heel makkelijk, want zo'n pakketje kon je ergens neerleggen. Of ergens bijvoorbeeld aan de muur hangen aan een haak, zodat hij ook niet door ongedierte of zo. Je kon hem even rustig alleen laten, hij kon geen kant op. En hij lag daar veilig in zijn bedje. Dan was dat kind geboren, was ingebakerd, dan moest het natuurlijk gevoed worden. Nou, men gaf eigenlijk aan het begin, de eerste paar dagen, kreeg het kind gekookt water met honing toegediend. En daarna kwam natuurlijk de moedermelk kwam op gang en moedermelk was het meest geëigende iets om te geven. En hier zie je zelfs dus de godinnen geven moedermelk. Hier ziet u Isis, de Isis Lactans, die dus Isis die het Horuskind haar borst aanbiedt. Maar als u s'avonds naar de hemel kijkt en u ziet de melkweg. Hè, de melkweg is dus volgens de Grieken ontstaan door de melk die uit Hera's, de koningin der goden, borsten spoot. Toen zij dus aan haar kinderen dus haar borst aanbood. En dat is de melkweg, dat zijn alle spatten van de moedermelk van Hera. Dus zo'n moeder gaf een moedermelk, dat was natuurlijk het meest normaal, maar vaak kan een moeder, als de moeder al overleden was of ernstig ziek, dan ging dat niet. En dan had je een aantal mogelijkheden. Je had niet de nutritia en aanverwanten waar wij allemaal over konden beschikken. Nee, men had dan het meest normaal was dat je een min inhuurde. Een min,
zoals deze mevrouw vaak, en min, moest ook volgens Soraan zijn strikte eisen voldoen. Ja, ze moest proper zijn en ze moest tussen de 20 en de 40 zijn, al meerdere kinderen gevoed hebben. Ze moest gezond zijn, een bepaald dieet volgen, zodat ze dus niet, dus dat de moedermelk goed van kwaliteit was. En op die manier kon je dan zo'n kind, werd dan dus gezoogd door de min. En die min bleef vaak ook bij het kind heel lang. Hè. Als u de tragedie Medea kent, dat de min uit haar jeugd is nog steeds haar vertrouweling. Dat bleef vaak het hele leven lang. Bleef die bij zo iemand als persoonlijke eerst slavin. Maar vaak werden ze uit pure waardering vrijgelaten. Ze waren vaak deel van de familie, zoals dat heet. En er is een hele discussie in de oudheid al over, is het nou goed om een min te nemen of niet? He, sommigen zeggen nee, het is niet goed voor de band tussen moeder en kind als er een min is die dat doet. En, dus die, en bovendien, men dacht ook dat je de eigenschappen, je eigen eigenschappen overdroeg met de moedermelk. Waarop gezegd, een min moet ook mooi zijn of op de moeder lijken, werd er gedacht. En anderen zeggen, bijvoorbeeld Sorana zegt, ja, als de moeder gewoon het niet kan of ziek is of niet lukt, dan kan je beter een min nemen. Dat is veel beter voor het kind dan dat je dus eindeloos gaat zitten modderen. Een andere mogelijkheid was van dat men melk afkolfde. En men had in de oudheid kende men kolfflessen. We hebben er diverse in het museum. En eentje is gebroken bij ons. En die, dan kan je ook het binnenwerk zo leuk zien. Je ziet hier dus een tekening, zeg maar, ervan. Zo'n kolf, dat is eigenlijk een soort een theepotje met een holle bodem. En die bodem, daar zit in het midden een gat op met een soort schoorsteentje omhoog. Dat zette je op je borst, zodat de tepel precies in dat schoorsteentje viel. En dan kon je zelf of iemand anders kon aan dat tuitje gaan zuigen. Zoog dus dat theepotje, zal ik maar zeggen, vacuüm. En als je dat ritmisch doet, dan krijg je gewoon onze vacuümpomp. En dan komt er melk, dus loopt uit dat schoorsteentje aan de bovenkant, wat u daar ziet rechtsonder, bij C. En dat loopt dan in die ruimte D. En als je dan het potje optilt daarna, dan blijft het keurig dus op de bodem liggen. En dan kan je vervolgens het kindje laten drinken aan het tuitje. En op die manier kon een afgekolfde melk aan het kind worden gegeven. En zo kon zo'n kind gevoed worden. Men wist dat koemelk niet gezond was voor kinderen, maar bijvoorbeeld de geitenmelk wel. Dus geiten waren natuurlijk ook voldoende aanwezig in Griekenland. Dus bijvoorbeeld de god Zeus is dus als baby gevoed door de geit Amalthea. Ja, dus men wist dat geitenmelk wel beter was, maar koemelk niet. De vader was dus tot nu toe nog niet in beeld, zoals je al steeds hoorde. Die komt dus eigenlijk pas later binnen. Een paar dagen na de geboorte, als het kind allemaal goed gaat, dan komt de familie bij elkaar. Ja, ik kan me voorstellen dat vaders wel al even stiekem zijn gaan kijken, maar dan is een officieel even iets, dan wordt de familie bij elkaar geroepen. En dan, je ziet de moeder geeft het kind de borst, de vader staat toe te kijken, maar die vader, dan wordt het voor hem op de grond neergelegd, hij tilt het op, draagt het rond de haard, en daarmee erkent hij het kind als zijn kind. En daarmee krijgt het kind een bepaalde sociale status, ook met het erfrecht en dat soort dingen allemaal. En dan, maar daarna, het heeft nog geen burgerlijke status, dus het heeft nog geen burgerrechten. Kinderen moesten beschermd worden, kinderen waren natuurlijk zeer kwetsbaar. Ongeveer 30% van alle kinderen in Athene stierven voor hun eerste verjaardag. Nog eens 20% overleed voor hun tweede verjaardag. Dus voor de tweede verjaardag was de helft van alle kinderen al overleden. En dan praat je wel over een vrij goed geoutilleerde stad. Hè? Dus niet, hè, dat was echt wel, was voor die tijd dus ook een grote stad met veel hulp aanwezig. Dus kinderen werden beschermd, onder andere met amuletten. U ziet hier, dit jongetje heeft een boula om, dat is een medaillon. Dat was speciaal voor jongetjes om ze te beschermen. Maar een andere mogelijkheid was bijvoorbeeld de rammelaar. Rammelaars waren ten eerste waren dat heel leuk. Aristoteles schrijft van geef een kind een rammelaar, dan hebben ze wat te doen en dat is leuk. Maar rammelaars kon je ook mee boven de wieg. Kon je daarmee dus, hield je boze geesten en zo weg. En dat was dan ook dus goed om het kindje dus te beschermen. Nou, dat kindje werd dan opgevoed in het vrouwenvertrek. En je verwacht het misschien, maar men kende kinderstoelen in de oudheid. Hier zie je op een fase zie je dus een kindje zitten in een kinderstoel. Die rechter heeft ook een grote, heeft ook een rammelaar in de hand, is je mee aan het spelen. En er staat ook een wiel. Ja, en zo werden kinderen zaten in zo'n stoeltje. En het aardige is, op de Agora is in Athene is zo'n stoel gevonden. En hier ziet u dat, de stoel. Met daaronder ook de twee kinderen, dat zijn de kinderen van de opgraver. En je ziet dat ene meisje vindt het helemaal niet leuk om erop te zitten. En met haar blote billetjes op dat aardewerk. En
Wij hebben in de tijd voor een tentoonstelling hier een replica van laten maken. En het is een alleraardig ding dus om daar een kind in te zetten. Kinderen overleden dus ook. Veel kinderen overleden jong. En er zijn dus heel veel kindergraven bekend. En die kinderen werden toch... He, men denkt wel eens, ja, als de kindersterfte zo hoog is, dan is het verdriet minder. Dat is niet waar. Je ziet aan de manier waarop die kinderen begraven zijn, aan de liefde waarmee bijvoorbeeld popjes... He, u ziet hier, we hebben ontzettend veel kinderspeelgoed over, omdat het meegegeven in het graf. He, men kreeg popjes mee in het graf. Men kreeg, u ziet daar zo'n trekbeest, he, zo'n paard, daar hebben wieltjes onder gestaan. Linksonder ziet u een vierspannen, dat is de equivalent van onze autootjes, dus, maar dan met vier paardjes naast elkaar. En op die manier werden die kinderen begraven en daarom hebben wij zoveel kinderspeelgoed over. Als dan kind dan uiteindelijk twee werd, en ik praat nu even over Athene, dan werd hij aangegeven bij de burgerstand. Het was dus te veel in- en uitschrijven voor alle kinderen die toch overleden. En als hij dan in het jaar erop het Dionysus Festival was, dan had een van de rituelen was dat iedereen met burgerrechten, ik praat nu ook alleen even over jongetjes en niet over meisjes, iedereen met burgerrechten mocht een kan wijn gaan halen en daarmee bevestigde je eigenlijk steeds opnieuw jouw burgerrecht. Maar die hummels die dus in hun derde levensjaar waren, die kregen dus voor hun verjaardag op de feest, zeg maar, kregen ze zo'n kannetje. Dit zijn miniatuurkannetjes, die zijn 4 centimeter hoog, dus één slokje wijn ging erin. En die dronken dan dus hun eerste slokje wijn en daarmee werden ze dan dus officieel burger van de stad. En, namen ze, en dan is ook eigenlijk hun peutertijd voorbij. Hè, want dan werden ze eigenlijk dus werden ze als kind. En dan ging ook op hoe de wegen van jongens en meisjes uit elkaar. Dus samengevat, kinderen werden dus... Hè, dus ze werden lang werden ze dus eigenlijk dus als baby gehouden. Ook door het inbakeren. En uiteindelijk, hè, met een jaar of 3, 4, dan zitten ze dus in het vrouwenvertrek. En ze blijven lang in de vrouwenvertrek tot een jaar of 7. En pas vanaf het 7e jaar gaan ze dan eigenlijk naar school en gaat de vader zich meer met de opvoeding benoemen. Dat was het. U kunt nog vragen stellen. Dank u wel. Ik heb een vraag van Margreet. Super interessant. Bedankt voor de verhalen. Wat maakt het dat je dit als onderwerp koos voor de lezing? Nou, als ik heel eerlijk ben, werd het aangedragen door mijn collega Laurien. En ik hou mij wel al heel lang bezig met deze materie, met vrouwen en kinderen in de oudheid. En dus is dit een beetje een thuiswedstrijd spelen. En wij vonden het ook wel heel symbolisch om de eerste lezing, dus eigenlijk aan de geboorte te wijden en dan dus daarmee dus de hele cyclus in te leiden. Tweede vraag die we krijgen. Hoe keek men naar twee en leerlingen? Mochten zij bij elkaar blijven opgroeien? Ja, zeker. Tweelingen. Nou ja, de beroemdste tweeling is natuurlijk Romulus en Remus. Ja, dus aan de basis van het Romeinse Rijk. Nee, tweelingen werden ook zelfs vaak als een zegen beschouwd en als iets bijzonders. En hetzelfde had ook bijvoorbeeld... men had natuurlijk mensen als hermafrodiet en zo, die werden ook geboren. Die werden dus, soms werden die natuurlijk echt meteen verstoten, omdat men ze dus ja, eng vond en afwijkend. Aan de andere kant werden ze vaak als heel bijzonder en als soort goden, een beetje met goddelijk bezield. Maar tweelingen, nee, daar was men blij mee met een tweeling. Je moet het wel kunnen opvoeden natuurlijk. Maar meerlingen werden dus inderdaad wel als een zegen beschouwd. En niet en ze werden niet gescheiden, nee. Ja, ja. Wat was de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen in de oudheid een eerste kind konden krijgen? En hoe zag eruit met kinderziekte? Dus hoe oud zijn de vrouwen wanneer ze hun eerste kind krijgen? In principe vond men eigenlijk dat een vrouw rond haar 16e ging trouwen. Dan was ze, volgens de artsen tenminste, was ze dus volgroeid en sterk genoeg om een baby te dragen. We weten uit de praktijk dat ook kinderen, zeker in de hogere kring, al veel jonger werden uitgehuwelijkd. En er zijn ook gevallen bekend van 12-jarigen die dus al uitgehuwelijkd waren en kinderen kregen. Maar het gemiddelde was dus zeg maar 15, 16 jaar. Dat was redelijk normaal. En er werd ook echt gekeken of er waren ook bepaalde rituelen waarbij echt gekeken werd of die meisjes sterk genoeg waren om inderdaad een zwangerschap aan te kunnen, of gewoon fysiek sterk genoeg en volgroeid waren, zeg maar, eigenlijk. Kinderziektes was natuurlijk best een probleem. Men had wel het idee dat kinderen anders behandeld moesten worden dan volwassenen.
waarbij volwassenen natuurlijk heel vaak men teruggreep op aderlatingen en dat soort dingen en kruiderijen, vond men dat je dat bij kinderen niet kon doen. Maar aan de andere kant konden ze er ook niet zo heel veel meer. Men kwam, bijvoorbeeld honing werd heel erg gebruikt. Honing is natuurlijk ook een desinfecterend middel. Maar honing heeft ook, volgens de mythologie komt het dus uit de hemel. Het heeft een hele goddelijke connotatie. Dus kinderen werden vaak met honing behandeld. Zoals ook als ze tandjes kregen, werd het ook met honing ingesmeerd. Want de tanden krijgen was altijd een gevaarlijke periode in het eerste jaar. Want dan kregen ze vaak ontstekingen natuurlijk. En als ze eenmaal ontsteking hadden, ja, men had geen penicilline of wat dan ook. Dus dat was natuurlijk een probleem. Dus de kinderziektes, men kende een aantal kinderziektes. En bij sommigen wist men wel wat er aan moest doen. Maar men had geen echte medicijnen, nee. Daarop voortbordurend, wat werd er met kinderen gedaan, quote, mislukt waren of gehandicapte kinderen? Ja, dat is natuurlijk ook een probleem. We weten bijvoorbeeld uit Sparta. Sparta had natuurlijk die cultuur die Spartiaten. Dat was dus de hoge adel. En dat waren mensen die allemaal dus echt fysiek in topconditie moesten zijn. Mannen zowel als vrouwen. Daar werd als een kind in die families werd geboren, in die hoge adel, werd het ook niet door de vroedvrouw beoordeeld. En werd het voorgelegd in de Raad der Ouden. En die bepaalde of een kind mocht blijven leven of niet. Als een kind niet mocht blijven leven, dan werd het zogenaamd, zoals het genoemd werd, in het ravijn gegooid. Om dan een snelle dood was beter dan zo'n gehandicapte kind in de stad te houden. Dat is het verhaal. We weten uit de geschiedenis dat het niet altijd klopt. Want een van de grote koningen van Sparta was vanaf zijn jeugd verlamd. Die is desondanks hebben ze hem dus niet gedood. En waarschijnlijk, kijk, je kan altijd beter nog een gehandicapte troonopvolger hebben dan helemaal niet. Dat is natuurlijk ook zo. Mensen die een gehandicapt kind kregen, die legden het vaak te vondeling. En net als trouwens meisjes werden vaak te vondeling gelegd. Want daar zat je aan die latere bruidschat natuurlijk toe. En dat betekent niet dat die kinderen omkwamen, want er waren mensen die helemaal geen kinderen hadden en die wilden wel een kind. Dus die hadden nog liever, dus die raapten dan zo'n gehandicapt kind op, of zo'n meisje werd dan opgeraapt en werd dan in een ander gezin dus grootgebracht. Men wilde er wel vanaf. Er zijn ook bronnen, maar daar is men zeer verdeeld over. Er is ergens een plaats en er staat bij, zo'n kind wordt in bad gestopt en als het niet goed is, dan komt het eigenlijk niet levend uit het bad. En dat suggereert dan toch dat ze zo'n kind verdrinken dan al op dat moment, als het net geboren is. Aristoteles zegt erover dus van ja, dat te vondeling leggen en zo is allemaal niet goed. En je kan een kind dus inderdaad, hij heeft het zelfs over abortus als een kind niet goed is. Maar dan vraag ik me af, hoe weet je dan vroeger dat een kind niet goed was? Want men had nog geen echo's en dat soort dingen. Maar als er aanwijzingen waren, dan had hij zoiets, je kan een kind beter doden als het nog geen echt leven en ziel heeft. Dus. Nou, ben nog twee vragen van dezelfde persoon. Helle, en zij vragen, in welke bronnen staan de rituelen die meisjes ondergingen om vast te stellen of ze klaar waren voor zwangerschap? En ik vroeg me af hoe betrouwbaar de heren Aristoteles en Soranus waren als zij er niet bij waren als mannen. Ik denk dat Soranus er wel bij was, want Soranus was arts en ik denk, en die was ook echt gynaecoloog. En Soranus baseert zich op een Griekse gynaecoloog van wie wij het geschrift niet over hebben. Die als eerste eigenlijk daarover geschreven heeft, een man uit Alexandrië. Dus ik denk dat Soranus wel wist waar hij het over had. Hoewel, hij beschrijft ook de geslachtsorganen vrij goed. Aristoteles, denk ik, weet ik niet of hij erbij is geweest. In die tijd was het wel zo natuurlijk, dat het was de onderzoekende tijd dat mensen doen. En Aristoteles hield zich ook bezig met het onderzoeken van de natuur en dingen, dat misschien er wel bij is geweest. Maar ik neem aan dat Soranus is wel betrouwbaar wat hij erover schrijft. Dat is ook echt een soort handboek. Hè? Hij geeft echt aanwijzingen hoe je dingen moet doen. Dat is een artsenboek. En de rituelen. Dat is bijvoorbeeld een van de rituelen. En ik weet niet welke Helle dit is. Maar als dit Helle Hoogscheid is, dan weet zij dus. Onze F.H. Drismos groep, Helle, wel bekend. Dat is een ritueel waarbij dus meisjes van pakweg 15, 16 jaar, die op elkaars rug dus klommen. Het was een spelletje eigenlijk, hè, van je klimt op elkaars rug, paardje rijden en er werd een bal gegooid. En dan moest je dus, de ruiter, die legde de handen voor de ogen van het paard, zal ik maar zeggen. En dan moesten ze dus op de tas die bal vinden. Dat is een ritueel.
Daar heb ik een artikel over geschreven een tijdje geleden in ons vriendenblad. Waarbij als je goed kijkt naar hoe die meisjes zijn uitgebeeld. Is het waarschijnlijk een ritueel geweest waarbij die meisjes werden gezien. Of ze inderdaad een leeftijdgenoot konden dragen. Want dat is een teken dat je volgroeid bent. Dat je nou ook een leeftijdgenoot, dat je lichaam dus eigenlijk is uitgegroeid. En dat zijn dus daar is nog over die rituelen is nog wel wat gepubliceerd. Maar dat kan ik aan Helle nog wel eens apart uitleggen. Ik heb nog één vraag. Ik kunt vertellen wie je bent. Oh, wie ik ben. Ik ben natuurlijk helemaal niet aangekondigd. Dit was geheim. Mijn naam is Geralde Juriaans. Ik ben conservator van de Griekse afdeling en het Nabije Oosten van het Alpirzo Museum. En ik ben specialist op het gebied van Griekse vazen. Maar heb me daarnaast ook dus altijd bezig gehouden met kinderen en vrouwen in de oudheid. Met muziek in de oudheid. En nog heel veel andere onderdelen die dus hier in het museum aan de orde zijn geweest. Dat is toen waar. Ik had mezelf, neem me niet kwalijk, ik had mezelf moeten introduceren natuurlijk. Dus. Ja, nou dit was dus de eerste lezing. U kunt zich op de site aanmelden en dan krijgt u gewoon 24 uur van tevoren een seintje van de collega's. En het is natuurlijk elke week weer een verrassing eigenlijk wat er is. Het zal elke week iets interessant zijn, want de collecties van ons alle Pearson zijn fantastisch. En het varieert natuurlijk van oudheid naar kookboeken, naar moderne letters en antieke kaarten. En, u kunt er altijd wel iets leuks verwachten van een van mijn hooggeëerde collega's.